En voor de duidelijkheid, dat geldt ook voor telefoons. Hè. Het is niet voor niks dat Apple de release cycle heeft van 6 maanden en de meeste andere fabrikanten. Want het duurt ongeveer zo lang voordat een nieuwe variant van het apparaat gekraakt is. Dat is precies dezelfde redenering. Dat zegt zo niet van. Maar het is niet zoiets als fully secure. En helaas, want er zit altijd fouten in. Maar ja, in de praktijk is alles fully hacked, maar is het een kwestie van tijd voordat je dat bereikt hebt. Dat punt. Security through obscurity bestaat daar helemaal niet. Dus van die onzin als van nou, we zetten het op een plek in het geheugen waar je te vinden is. We vertellen niet dat er niet in code staat op een CD. Nou, is, ik bedoel, dat is een beveiliging van niks. Wat veel bedrijven deden, wat Sony dus ook wel gedaan had, was dat ze samenwerkten. Ze hadden zoiets van, nou, we vragen gewoon de mensen die ervaring hebben met het kraken van dit soort devices, of ze ons willen helpen. Ja, dan nog uit het geval, dat is ook nog steeds een bepaalde meer ervaring. Ja, het idee van die return of investment, dat betekent echt dat, ik ken toevallig iemand die heeft die arcadekasten, daar moet hij af en toe voor naar China. En die komt wel eens in die fabrieken daar. En je moet je voorstellen dat als de Apple daar een nieuwe telefoon laat maken, met die printplaten, die chips en weet wat, dan hangt daar gewoon een werkorder voor 9 miljoen van die chipjes of zo. En die Chinezen maken er 21 miljoen. En de 12 miljoen chips die ze extra maken, verdwijnen gewoon via de achterdeur naar hun eigen telefoons. Want die kraken ze gewoon. Dan besteden ze dan partijen een aantal maanden aan om ze te kraken en daarna hebben ze een klonmodel. En Apple moet zorgen dat ze dat geld op die research, dat geld hebben terugverdiend voordat de Chinezen hun klon worden. Echt dat soort dingen zie ik niet gebeuren. Daar. Zo gaat het over zo'n partij. Nou, andere consoles, voordat jullie me allemaal bespringen van hoe staat het met andere consoles. Xbox 360, wie heeft een Xbox 360? Meer mensen een 360 dan een PlayStation. Wie heeft gebruikt een firmware hack? De 360? Ik weet niet wat ik zeg hoor. Wie heeft mensen wel eens gebruikt? Botchips? Je hebt gewoon een legale, niet gemonteerd. Wie heeft een niet-legale? Dus, een paar mensen maar. Wie heeft een legale Xbox 360? Oké. Okay. Wie wist dat de Xbox 360 al volledig gekraakt is? Iedereen. Maar? Hij is nog verder gekraakt dan dit, hè? Firmware reset glitch lotje. Wie wist dat? Hij is net zo volledig gekraakt als de eerste Xbox 7. Tot het niveau van DevKit, dat hij gewoon via USB kan gewoon games starten. Zover is hij ook gekraakt. Volledige hypervisor omzij. Zover ook. Nintendo Wii. Ja, de Wii staat gewoon een klap voor, want dezelfde bugs als in de GameCube zaten, bleken ook in de Wii te zitten. Een harde verschil, maar ook volledig kraakstel niks voor. Nintendo DS, als je die hebt, is bijna altijd een R4 of iets vergelijkbaars, speciaal flashcards, op je game kan zetten. Dat is allemaal volledig gekraakt. Die is vaak ook wat simpeler, dan kraak je Nintendo waar het zelf aan zit. Ja, wat doet Microsoft als bestrijding in de regel? Zeker als je dus die firmware dingen gebruikt, moet je niet aansluiten aan Xbox Live. Want dan kunnen ze de Xbox gewoon opblazen, letterlijk. En dan niet dat hij boem doet in dingen, maar er zitten chips op het moederbord. Zogenaamde e-fuses heet dat, electronic fuses. Die ze kunnen laten doorbranden en dan is je console in één keer een stuk. Ja. Ja, dat komt. In Amerika mag dat wel. Maar ja. Als dat hier in Nederland gebeurt, dan kan je een chip eraan klagen, dat mag ook niet. Ja. Dat is jouw eigen doel. Ja, dan krijg je dat soort interessant. Dat komt dan weer in de reality door te kijken. Maar dat doen ze dus ook wel. Dat doen ze ook met illegale devkits, dan kunnen ze dat soms detecteren enzovoort. Goed. Vragen? Ja? Pie? Kijk maar naar de bedoelingen. 5, 6, 7, 8. Dit is ongeveer 1,4. Dit is ongeveer iets meer, 2,7, een beetje. En Pi is 3,4. Dus het nummer nog steeds op. Nee. Vragen? Nee. Helemaal niets? Nou. Ik wil
zelfkaart. Ja, de zelfkaart zou ik ook niet willen doen. Dit zijn gewoon referenties. Als je meer wilt weten over hoe de technologie werkt, ook interessant. Als je er nog nooit van gehoord hebt, ik zou deze adviseren. We hebben zelf ook een mirror draaien van OCC. Heel veel van dit soort dingen. Ook deze presentatie voor de duidelijkheid is een heel veel van de informatie, bijvoorbeeld over de Xbox, die is veel uitgebreider uitgelegd nog eens hier. Michael Stuyve. Die is heel actief daarin. In het kraken van consoles. Die heeft daar een hele goede presentatie ooit over gegeven bij Google. Over hoe ze daar achter zijn gekomen. En datzelfde hebben ze ook weer gedaan, wederom bij de CCC. Heeft dat plaatsgevonden in 2010, dus dat is die 70C3. Link die komen waar we bezig door zijn gegaan met IGO's op de crack. En uitgelegd hoe ze dat hebben gebruikt en uitgebreid. Zo maximaal. Maar op de CCC-congressen vind je heel veel van dit soort dingen. Hè? Talks gaan vaak over het kraken, het openbaar maken van dit soort devices. En die bij ons zelfs gewoon alles, mobieltelefoons enzovoort. Dat was het. Presentatie op online. Zien jullie morgen bij mijn conferentie.